Wie werd na de val van Balkenende 2 informateur? Was dat A. Ruud Lubbers, B. Rijn-Jan Hoekstra of C. Frits Korthals Altes? Erik Dekker moet nog even stemmen. Of even goed indrukken, want ja, goed zo. Ook fout gestemd. 26 voor Ruud Lubbers, 8 voor Rijn-Jan Hoekstra, de huidige informateur, en 2 voor Frits Korthals Altes. Het goede antwoord is Ruud Lubbers, 26 goed. Ja. Louise-Wies van der Laan, u hebt eigenlijk ervoor gezorgd dat deze politieke puinhoop is ontstaan. Hoe voelt dat nou na afloop? Ja, het was natuurlijk goed te voorkomen geweest, de crisis. Maar ik vind wel dat je op een gegeven moment ook moet zeggen, ja, het beleid van Verdonk kunnen we niet meer dragen. En ik ben nog steeds blij dat we toen hebben gezegd, het gaat ons te ver, dus we doen niet meer mee. Nee. En u bent er helemaal uitgestapt. U hebt een echte baan gezocht nu. Ik ben ermee bezig. Ik ben van plan volgend jaar een keuze te maken. Een Kamerlid kan makkelijk, als hij het niet meer doet, kan hij makkelijk leven van zijn wachtgeld, toch? Ja, maar ik zie mezelf niet een jaar of een paar jaar thuis zitten of zo. Dus ik denk wel dat het op een gegeven moment weer gaat kriebelen. En dat moment zal vrij snel komen. Mezelf kennende. Goed zo. Hoe bereid je je voor op een levensgevaarlijke missie naar het onherbergzame Uruzgan? Onze legertop wist het. Je laat de soldaten oefenen in een vergelijkbaar gebied. Dokkum dus. Uruzgan, ik vind nauwelijks hoe je dat schrijft. In hoeverre kun je nou in Dokkum oefenen voor wat er in Uruzgan gaat gebeuren? Nou goed, het is sowieso door het bewoond gebied. Een bewoond gebied, veel mensen. Uruzgan, maar wel dat ons leger hier lang blijft. Ze praten hier een andere taal. Goed. Ik denk het. Ik heb nog niet goed met de locals gepraat, maar dat zal ongetwijfeld. Maar ik denk dat het wel heel anders is dan daar. Veel te rustig is het hier. Te veel gebouwen. Ik denk dat je beter in Leeuwarden kunt gaan rondlopen in plaats van Dokkum. Op de Taliban en Osama bin El. De bloem van onze natie, nou die raakt hem echt wel. Kun je een beetje voorstellen dat je straks in Afghanistan rondloopt, terwijl je hier aan het oefenen bent? Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Is dat toch een beetje anders dan hier, hè? Dat is correct. Ja, hij dacht waarschijnlijk dat hij in geen ja en geen nee zat. De grootste Nederlandse basis in Uruzgan heet Kamp Holland. En dat klinkt ontzettend Hollands. Maar er zitten wel degelijk zo'n 400 militairen uit een ander land. En daarbij doelen we niet op Friezen. Uit welk land komen die militairen? Is dat A. uit Canada, B. uit Australië of C. uit de Verenigde Staten? Ja, 3 uit de Verenigde Staten, 14 Australië, 19 Canada. Dit was dus ook weer een lastpak. Dat het goede antwoord moest zijn B, Australië. Ja. Arnold Karskens, hoe was jouw diensttijd? Ik heb anderhalve dag in militaire dienst gezeten. Oh. S5 afgevoerd. Ja, maar je hebt wel een documentaire gemaakt over Uruzgan, hè? Ja. Niet embedded. Ben je ook eerst naar Dokkum gegaan? Nee, daar heb ik. Ik ben via Brussel gegaan. En Den Haag. En ik vind dat die Nederlanders daar natuurlijk in principe heel goed werk zouden kunnen doen. Ja. Als bevolking en Taliban wat mee zouden werken. Maar dat is gewoon niet zo. Dus het is een bij hopeloze missie. Met het oog daarop was het trainen in Dokkum misschien een beetje vreemd. Ja, een beetje wereldvreemd. Maar ja, zo wordt er ook door de politiek tegenaan gekeken, hoor. Tegen heel Afghanistan. Een beetje wereldvreemd. Figo Waas, je hebt tegen iedereen geroepen die het horen wilde, ik ga dit winnen vanavond. Ja, dat neem ik dus nu al terug. Ja, dat mag ik al. Is het zo moeilijk of ben jij zo dom? Nou, ja, ik ben zo dom eigenlijk. Nee, ik vind het moeilijk. Ik had gedacht dat we echt vragen over het nieuws zouden krijgen. En niet Pepje en Kokkie vragen over schoenen. Altijd, maar ja, trek het je niet aan. Wie is Pepje en wie is Kokkie dan? Diederik Samson, jij hebt vorig jaar gewonnen. Ja. Ik vind het dapper dat je je titel komt verdedigen. Ja, mijn vrouw vond die prijs zo mooi, die zei, ga er nog een halen. Zeg eens eerlijk, waar staat die prijs? Hij staat nu op mijn kamer in Den Haag, want thuis... hij stond niet zo heel mooi in de woonkamer. Hij is nogal omvangrijk, heb je gezien. Dus niet in het rommelhok beland? Nee, dat niet. Hij staat op een kast. We gaan binnenkort verhuizen, ik hoop dat hij meegaat. Maar wil je er echt nog één?
Nou, ik wil nog wel een keer winnen, maar ik geloof, als ik het zo bekijk, vrees ik dat ik ook ga afhaken. Ja? Oké. Filemon Wesseling, jij bent met politici op stap geweest. Wat was het leukste uitje? Dat was wel met Hilbrand Nawijn toen we gingen touwklimmen. Oh ja, dat herinner ik. Tegen zo'n klimwand, ja. Ja, ja, dat, ik vond het zo verbazingwekkend. Dat hij dat maar allemaal deed en dat hij er gewoon in, met zijn lichaam zeg maar zo'n klimmuur opging. Ja. Je hebt meteen op hem gestemd ook? Nee. Uiteindelijk heb ik D66 gestemd. Oh, ja. Dat is leuk voor je buurman. Ja. Dus jij was een van die... Een van die 200.000. Ja, we kennen ze nog niet allemaal bij naam. Konald Maas, hoe gaat het met jou? Nou, ik heb alweer ontdekt, ik maak elk jaar een enorm goede oudejaarsquiz voor een hoop vrienden. Maar ik heb inmiddels al heel erg ontdekt hoe dat komt. Ik ben heel goed in het stellen van vragen, maar niet goed in het geven van juiste antwoorden. Nou ja, het kan Peter van der Vorst, we hebben geen royalty-vraag erin dit jaar. Is dat voor jou nog een handicap? Ja, best wel. Ik had er wel op gerekend, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb al die kleinkinderen uit mijn hoofd zitten leren. Rick van de Westerlaken, mag je voor een nieuwslezer dit? Nee, het valt vies tegen. En deze feiten die heb ik helemaal niet opgeslagen het afgelopen jaar. Nee, maar sla je überhaupt iets op? Of is het gewoon... Nee. Een hele terechte vraag. Harmen zei ook net toen ik binnenkwam van wat moedig dat je meedoet. Nou, ik sla heel veel op, maar niet van dit soort antwoorden. Nee, dat valt echt heel erg tegen. Ik kan me voorstellen dat door de veelheid van informatie die je uit moet spreken... ook gewoon alles de volgende dag gewoon weer heel gewaagd. Maar ik weet wel namen en plaatsen, maar dan weer net niet die ene boot uit Liberia of Panama. Dat is heel vervelend. Onze minister-president zei het al, laten we positief zijn, laten we blij zijn met elkaar. Toch, dus Gerry Verbeet, hoe staan de kandidaten ervoor? We hebben een hele sterke kopploeg. En op de derde plaats staat Agnes Jongerius. Ja. En de tweede, dat is Relus ter Beek. En die blijkt dus helemaal niet zo'n trage starter te zijn. Nee, ik neem het helemaal terug. En op de eerste plaats een echte snelle starter, Hein Vergeer. Ja. Ja. Dat staat ze ook al, hè? Ja, dat is als je gewend bent om gewoon snel van start te gaan met die schaatsen. Dan dat zit er gewoon helemaal in. 2006 was het Rembrandtjaar. En dat was te merken ook. Zagen wij onze beroemdste schilder vroeger alleen in het Rijksmuseum... of op de onvermijdelijke koektrommel. Nu was Rembrandt overal. Er was zelfs een musical over hem gemaakt. Het ideale uitstapje voor het hele gezin. Ja, gezellig. Moeders en vaders... Ja. Lekker lekker heen. Het is echt weer om naar binnen te gaan. Oeh, heerlijk. Een fijne voorstelling. Kijk, er is de grote Rembrandt. Wijs. Welkom, lieve Saskia, zo licht. Neem plaats en neem u op naar voren. Ik zit hier in de alsponsen licht. Beeldenis gaat niet meer verloren. Dit was fraai, echt prachtig. Kom, wees niet benauwd. Zoals in mijn woorden, het voelt als overdraaid. Dit jaar werden twee schilderijen toegeschreven aan Rembrandt. Nou, zingen is geloof ik niet mijn sterkste kant. Maar ik zal u de vraag nog een keer herhalen. Dit jaar werden twee schilderijen definitief toegeschreven aan Rembrandt. Ze waren afkomstig uit Polen en te zien in het Rembrandthuis. De titel van het ene is Een geleerde aan zijn schrijftafel. En ik wil weten, wat is de officiële titel van het andere schilderij? Is het A, Meisje in het venster? Of B, Portret van Catharina Hoogzaad? Of misschien C, Meisje in een schilderijlijst? Dus A, Meisje in het venster, B, Portret van Catharina Hoogzaad... of C, Meisje in een schilderijlijst. Er is gekozen. 20 voor A, 14 voor B en 2 voor C. We gaan terug naar Carré, naar Rembrandt voor het goede antwoord. Het goede antwoord is C, Meisje in een schilderijlijst... Is Saskia een orde voor altijd?
Ik heb meteen slappe knieën. Siep, jij moet drie dames zoenen tijdens deze voorstelling. Heb jij nooit last van slappe knieën? Het is mijn vak, hè? Ja, dat is waar. Ik heb er nooit gelast van. Nee, ik vind het een moeilijk vak. Sport, let op. Het eerste WK onder San Marco leverde afgelopen zomer niet echt het gewenste resultaat op. Geen wereldcup, maar wel een triest record. Scheidsrechter Ivanov trok tijdens de verloren wedstrijd tegen Portugal maar liefst 20 kaarten. Voetbalvandalen opgelet. Dit is het echte werk. Slimmere. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood wit blauw, van heel mijn hart voor jou. Spring van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ja, dit rijdt weer oude wonden open, ben ik bang. En Van Basten ging na het WK meteen op vakantie naar Portugal. Ja. De kritiek op Marco van Basten neemt langzamerhand toe. Zijn onvoorspelbare selectiebeleid roept steeds meer discussie op. Welke gepasseerde speler schreef zelfs een open brief aan de bondscoach om zijn ongenoegen te uiten over diens werkwijze? Was dat A, Edgar Davids, B, Ruud van Nistelrooy of C, Mark van Bommel? Nou, het is aardig verdeeld. 10 voor Mark van Bommel, 16 voor Ruud van Nistelrooy en 10 voor Edgar Davids. Het goede antwoord moest zijn A, Edgar Davids. Ja. Ja, Viggo Waas, wie heeft het jij bent een voetbalfan? Ja, ja, ja. Wie heeft het volgens jou het meeste voor het zeggen gehad? Marco van Basten of Johan Cruijff? Ik denk wel Marco van Basten. Toch wel? Maar een beetje Johan Cruijff, denk ik. Dus er werd wel gezegd dat hij de boel behoorlijk had ingefluisterd, toch? Nou, Van Basten is volgens mij zo eigenwijs dat hij dat kan hij ook rustig zelf doen. Ja. Maar het is wel leuk dat iedere voetballer kans heeft. Ik denk dat ik zelf ook wel weer ga voetballen. Even ten Napel, wordt het nog iets met het Nederlandse voetbal, denk jij? Jawel. Oh. Als jij met pensioen bent. Oh, lekker, dankjewel. Nou ja. Gaat goed met jou. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Maar blijf jij het nog lang doen, dat voetbal verslaan? Het volgende WK ga ik niet meer halen. Nee? Maar ik ga er wel naartoe, naar Zuid-Afrika. Gewoon lekker toeristisch spelen. Je gaat wel door tot het EK. Het zou kunnen. Doe het nou maar, want ja? Van ons soort mensen is er veel te weinig van. Dank je wel, Harmen. USB-sticks hoefde je dit jaar niet zelf te kopen. Die vond je gewoon in de leaseauto. Barstensvol gevoelige informatie. Het was het jaar waarop de nationale veiligheid op straat lag. Of het nu om defensiegeheimen ging, criminele organisaties of vertrouwelijke terrorisme-dossiers. Alles was in no time openbaar. Wie is deze knul? Dat is Samir A. Hebbers! Ladies and gentlemen, we've got him. En dan nog afgeven op de AIVD, hè? Is toch niet te geloven? Ja, ja, ja. Laat ik nou met de deur in huis vallen. De AIVD heeft op dit moment een verschrikkelijk slechte naam. Nou, dat valt wel mee, hoor, meneer Spijkerman. Al die incidenten staan op zich. Zo erg is het echt niet. Nou, zo erg is het wel. Laten we even kijken naar Peter en Viggo. Peter en Viggo? Hoi. Jack. Hoi. Jack. Waar zijn jullie? We zijn op zoek naar het lek van de AIVD. Het is een enorm lek. Nou, dat valt wel mee, hoor. AIVD-dossier. Ja, die heb ik al. Attentie, attentie. De dossierbus rijdt door uw buurt. U kunt uw oude AIVD-dossiers nu buiten zetten. Ja. Beetje spannende muziek, jongens. Kom op.